Meneer de eerste minister, u blijft, net zoals minister Labib, de beslissing om die visa uit te reiken verdedigen. Want ze heeft zich helemaal niet geëxcuseerd maandag. Een beetje voor de communicatie en de verwarring. Maar ze zegt dat ze niet gelogen heeft en ze zegt dat ze geen fouten heeft gemaakt. Het was een gebrek aan precisie. Alsjeblieft, meneer de eerste minister, blijf een beetje serieus. U heeft uw kiezers bedrogen, u heeft uw partij in de chaos gestort, u heeft uw regering niet meer onder controle. U staat toe dat uw ministers liegen. De nodige arbeidshervorming, fiscale hervorming, pensioenhervorming, noem maar op, dat blijft allemaal uit. Niemand gelooft nog dat deze Vivaldi-bende überhaupt iets gaat verwezenlijken nog het komende jaar als er verkiezingen aankomen. Niemand gelooft nog dat deze Vivaldi-bende er een lap gaat opgeven, tenzij dat minister Van den Broeke dat letterlijk zou nemen. Meneer de eerste minister, hou ermee op, hou de eer aan uzelf en trek alsjeblieft de stekker eruit. APPLAUS.